Nou, goedenavond, daar zitten we weer. Ik heb weer een gezelschap gevonden. Jongen. Maar ze gaan zich even zelf voorstellen hoor. En ik begin natuurlijk even bij een dame. Wie zijn jullie? Of wie ben jij? Ik ben prinses Patricia. Van? De dwarsliggers uit Oosterbeek. Daar gaan we zo meteen even op verder. Dan heb ik hier... Ik ben prins Tom de Eerste. Vorst Dennis. Adjudant Harry. Nou, we hebben een voorstel gedaan. Dan gaan we eventjes... Ik hoorde het... De naam van de vereniging, de dwarsliggers. Klopt. Wij hebben hier in Zwolle ook een dwarsliggersvereniging gehad. Jammer genoeg zijn ze weg, maar... Dat klopt. Hoe is dat zo verweven? Wij zijn jaren geleden hier terechtgekomen in het Zwolle. Er werd de dwarsligger werd uitgereikt. En daarvoor zijn we uitgenodigd als carnavalsvereniging dwarsliggers om daarbij aanwezig te zijn. En sindsdien komen we elkaar al jaren hier in Zwolle. Ah, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar dan wil ik wel even vermelden dat toen de vereniging hier in Zwolle ter ziele ging, hebben wij de laatste onderscheiding gekregen als Sassendom TV. De Wezean in Zwolle, de dwarsligger. Die hebben wij gekregen. Hebben jullie ook zulke mooie onderscheidingen? Supermooi. Nee, die laat ik wel opmaken. Doe maar. Nou, wie weet. Onderscheidingen mag je niet vragen, hè? Die krijg je. Nee, die krijg je. Die krijg je. Nee, maar als carnavalsvereniging de dwarsliggers hebben wij niet de onderscheiding. De dwarsligger ontvangen van Net hem anders, zoals de carnavalsvereniging heette. Ja? Maar we zijn wel altijd aanwezig geweest op het moment dat zij hem uitreikten. Wat natuurlijk een heel bijzonder moment was, want het ging altijd om de mensen die uit Zwolle kwamen. En wij als carnavalsvereniging dwarsliggers kwamen uit Oosterbeek, waardoor we hem niet ontvangen hebben. Dat is jammer. Anders had ik hem graag willen geven aan jullie. Ja, natuurlijk aan de prinses, hè? Zijn jullie net zo dwars? Heel graag dwars. Ja, zeker. Ligt heel graag dwars. Ja, net als net een anders. Net anders, zeker. Ja. Nee, net M anders. Net en anders. Net M anders. Dat is anders. Ja, we praten natuurlijk net iets platter dan hier in het mooie Zwolle. Ja. Maar ja, ze kwamen regelmatig bij ons op bezoek. En dat was heel leuk. En sinds vorig jaar zijn we in contact gekomen met de Oelewappers. En dat is zeer mooi. We hebben toen een uitnodiging ontvangen voor deze 55-jarige jubileum. En deze hebben we aangenomen. We zijn hier naartoe gekomen. En dat is een leuke, gezellige avond. Ja. Tot nu toe is je hartstikke gezellig. Zijn jullie ook met zo'n grote bus gekomen? Zijn jullie met dezelfde bus? Nee, we zijn met de auto's, maar wel met veel. Ja. Ja. Dus jullie hebben heel wat boppen. We hebben heel veel goede boppen. Heel veel goede boppen. En die dansgade die hier rondloopt, is die van jullie? Hoort die zeker, bij jullie? Zeker, ja. Ik heb ze net gemist, ik kon mijn auto niet kwijt. Treden ze nog een keer op vanavond? Dat denk ik niet. Maar ze waren wel erg goed. Komen jullie in Nijmegen? Bij de Prins treffen? Ja? Jazeker. En treden ze daar ook op? We kunnen altijd wachten op de uitnodiging. Ja. Je weet niet waar je toe bent. Nee. Laat ze komen. Ik zeg, de inzet is er. Voor mij mag het. Maar tijdens het Prins treffen natuurlijk wel even voorstellen aan jullie. Dus als we elkaar dan even treffen tijdens het Prins treffen, stellen wij onze garde aan jullie voor. Dan kunnen de kijkers thuis kunnen ook zien wie onze garde zijn. Nou, dat zou ik heel erg op prijs kunnen staan. Gaan we regelen. Maar die adjudant, die zit er maar. Is hij altijd zo stil en verlegen? Nee hoor, maar ik vond het een heel mooi gesprek. Dus ik zat gewoon even te genieten van deze ambiance. Als je deze kant op keek, ik denk van, oh, die wil wat zeggen tegen de kieker. Oh nee, ik zat heerlijk te genieten van jullie mooie gesprek. Dankjewel. Hebben jullie nog een boodschap voor jullie eigen mensen? Want straks dan zijn wij natuurlijk ook bekend met Sassendom TV in Oosterbeek. Ik denk dat we hebben een heel mooie motto dit jaar. Carnaval vier je samen. Dat is waar. En je viert met vrienden samen, maar je viert vooral als gezin samen. En dat wil ik voortzetten. Viert met je gezin, maar carnaval is heel belangrijk. Ja. He, laten we tradities in ere houden. Dat is dezelfde motto, dat hebben ze hier ook, alles samen. Ja, dat is belangrijk. We hebben heel veel feesten hier altijd, dezelfde bij jullie natuurlijk. Ook heel veel feesten. Of niet? Hebben jullie zeker, heel veel verenigingen in Oosterbeek? Ja. Wij zijn de enige vereniging in Oosterbeek. Maar wel daar vieren we wel samen carnaval met alle Oosterbeekers. Hoeveel leden hebben jullie? Ik ben niet van de ledenadministratie, dus ik durf het niet zo te zeggen. Antwoord ben ik je verschuldigd tot de Prins treffen in Nijmegen. Oh, ja, dan gaan we elkaar antwoord.
Ik weet het antwoord. Maar mijn vorst heeft iets anders afgesproken. We wachten in Nijmegen, zien we elkaar weer. Dat is goed. En dan zien we elkaar ongeveer bij de ingang, zie ik jullie altijd wel staan daar. Ja, dus daar staan we altijd. Gaat goed komen. Ik sta er altijd meestal met Gert en met Batse. Ja. Batse is er nou niet bij. Nee, Hans. Goed. Ja, Batse is aan de bar. Ja, die kunnen ook beter niet bij hem. Dat is belangrijk. Ja, voor Batse wel. Ik moet dan weer het werk doen, maar goed. Hey, ik vond het hartstikke leuk jullie gesprek. Maar nou je er toch zit, we hebben wel een kleinigheidje voor je. Onderscheidingen reiken we alleen maar uit binnenshuis, in de mooie Oosterbeek. Maar ik heb wel een mooi speltje. Daar staan we als prinsentrio, staan we daarop. Ja, dat is een... Dat is een hele mooie. Door de gesponsorde blouse in. Hoppala. Ja, een gat erin. Maakt niks uit. Gesponsor in, volgend jaar weer een nieuwe. Ik zal man kieken. Zie dat weer op de doekjes. Heel mooi, hè? Hartstikke bedankt. Mooi carnaval, jongens. Tot ziens. Carnaval, jongens.